vandaag bij de Rocketeers, bij Hans, mijn producer. En we gaan met in-ears oefenen, want ik heb, zoals jullie misschien al hebben gezien, van die oordopjes. En nou ja, met die oordopjes moet natuurlijk wel geoefend worden, want dat is dus heel anders dan dat je geen oordopjes hebt. Dus ja, dat gaan we vandaag doen. En daar staat Hanse. Hoi, daar zijn we weer bij The Rocketeers. Dan gaan we eens even weer met het hitje aan de slag. Als je al het publiek hoort meezingen, dan kan je natuurlijk niet meer zo goed focussen op jezelf. Dus daar zijn deze oordopjes voor. En natuurlijk als ik straks in Sofia in het grote stadion sta met ook iets van 8000 mensen, is het natuurlijk ook de bedoeling dat ik wel mezelf hoor. A million lights up in the sky, shining for you. En we gaan dus nu oefenen met mijn in-ears. En Hans gaat er zitten en een beetje aan een knopje zitten draaien. En ik ga A million lights zingen. Ik sta over het water, ver bij jou vandaan. Goed is, als je hard zingt en hoog, ga je dan helemaal naar achter met je hoofd of niet? Nee. Ja, dat hoeft dus niet. Als jij namelijk wat lager zingt en wat zachter, dan moet je eerder iets naar achter dan dat je hoog zingt. Die microfoon die regelt dat vanzelf. Zelfs de angst om me pijn. Yeah. Het is echt heel anders met oortjes zingen namelijk. Je moet er echt even aan wennen. Een grens tussen ons tweeën, je woont te ver van mij vandaan. En ik... En ik denk als we het nog een paar keer doen. En nog voordat je weggaat. Toen nog één keer afspreken om nog een paar keer te zingen, ja. Dan moet het volgens mij helemaal goed komen. Maar ik kan je niet vergeten, zelfs de afstand doet me pijn. Yeah!